Wauw, ziet dat er gaaf uit. Ja, dan wordt het wel in één keer heel echt. Hè? Je moet geen vegetariër zijn. Jij haalt het zeker normaal altijd in de supermarkt, dan zit het in de plastic. Ja, maar dan denk je er toch iets minder bij na. Dat is misschien wel het ding. Hè? Ik heb trouwens begrepen, chef, dat het gedeelte bij de wang het lekkerste is. Dat klopt, ja. Ik wilde wel even proeven, hoor. Nou, gaan we dat toch doen? Oh, kijk, ja, ga je even proeven? Ja, tuurlijk. Oké, okay, dan ga ik het ook doen. Ja, dan ga ik het ook doen. Ja, dan zijn we een keer hier in hal met de vark aan de spit en dan moeten we het ook even proberen, toch? Oh, ik vind het wel. Nou, daar gaat hij. Beetje vettig. Beetje vettig. En een beetje heet. Nou, daar gaat hij. Doe mij maar het kleinste stukje. Oh jee. Zal ik hem pakken? Ja. Dit is lekker. Ik sla over. Welkom bij Zomer in Gelderland. Vanuit Hal. Lekker man. Dit is Zomer in Gelderland. 15 plaatsen strijden om die ene titel. Mooiste plaats van Gelderland. Noberschap en saamhorigheid. Daar draait het om. Vandaag zijn we in Hal. Heeft een ongelooflijk mooi jachthuis, het Leusveld. En Hal heeft de Sint-Lutgerkerk en de voetbalvereniging SHE. Wat heeft Hal eigenlijk niet? Hal, zeker niet zoutloos. Ik zag jou dat vet eten en ik dacht, ik sla toch even over. Hij is heerlijk hoor, ja. Hij is ik net weg trouwens. Ik weer in de supermarkt. Goed. We zijn in Hal, Lisanne. Ja, welkom in Hal. Hal is eigenlijk wereldwijd wel Hal, hè? Ja, dat klopt. Daar gaan we straks wel achter komen. Maar het is ook heel dicht bij mijn huis, want het was een thuiswedstrijdje vandaag. Ik kon op de fiets af. Ja, nou, ik ben gelukkig naar het juiste adres gereden, maar bij mij in de buurt, in de Achterhoek, zit een Halle. Ik had bijna daar gestaan. Ik had gedacht dat je daar was vandaag. Jij wel. Maar we zijn er. We zijn er en we staan hier samen met het team van Hal, het team van team. En zij moeten het vandaag gaan doen in strijd om die euro's voor hun goede doel. En wat dat doel is, dat horen we straks. Maar we gaan natuurlijk eerst even vertellen wat voor opdrachten hen weer te doen staat. We gaan naar de decoropdracht waarmee de meeste euro's te verdienen zijn. Maar we hebben ook de puzzelopdracht, het rad en onze beruchte stormbaan. Waar ook weer euro's mee te verdienen zijn. Jazeker. En laten we niet vergeten dat er thuis ook mensen zitten die meestrijden. Absoluut, want van dit jaar in Zomer in Gelderland is het thuisteam nog belangrijker. Want zij gaan spelen voor euro's, ze gaan geld binnenhalen. Dat straks allemaal op dat scherm. We hebben natuurlijk weer een prachtige eretribune met een hele mooie gast. Gasten dit keer. Ja, een de hele familie. Bello. Ja, daar horen we straks meer over. En u heeft hem al even gezien. U heeft hem al even gehoord. Daar is hij dan, onze eigen stadionspeaker. En woordvoerder van de jury, Willy Oosterhuis. Hallo. Ah, wat gastvrij hier in Hal, hè. De tegenstander moest een uur rijden. Er stond lasagne voor hen klaar. En een salade waar de twee stormbaners, Bo en Hans, geen gebruik van hebben gemaakt. Zit er te veel zout in, of geen zout, of slaapverwekkende drugs? Ja, zijn jullie een beetje van het manipuleren van de tegenstander? Nee. Ietsjes misschien. Ietsjes. Ja. Nee hoor, gewoon sportieve dingen aan. Hey, ik zie jou hier echt heel trots kijken naar jouw team. Daar ben ik ook. Ik bedoel, het team van team. Zij moet het gaan doen. Ik heb begrepen dat ze allemaal ook een rol hadden, hè, in de voorbereiding. Ja, in de voorbereiding hebben we alles een beetje verdeeld. Hè. De ene deed het podium, de andere de tribune, de bloemetjes, de hele boel. En uiteindelijk hebben ze ook allemaal weer een functie gehad in jullie spel. Hè. Maar dat weet je zelf ook natuurlijk. Het zeker. Facebook-verhaal, de stormbaan, nou, en de fietsen straks. Ja, nou, het gaat als een speertrek. Wij werden hier vandaag erg warm onthaald toen wij Hal binnenreden. Alleen al met een boodschap aan ons. Maar wat ons nog meer opviel was al die Halse vlaggen die er hingen. Ja, dat is super bijzonder gewoon. Het is net voor je tijd een beetje gereed gemaakt, zeg maar. Het moest vandaag klaar. Nou, we hebben een prachtige vlag laten ontwerpen door Ralf en Celine. Nou, daar zijn we gewoon super trots op. Je komt Hal binnen en dan zie je binnen in Hal gewoon. Iedereen doet mee. Die vlag gaat gewoon massaal buiten. Nou, trots op Hal gewoon. Nou, super. Je noemt trots. Nou ja, dat vind ik een applaus waard. Absoluut. Je noemt trots. Je staat er ook heel trots bij. Maar kenmerkt dat ook Hal? Ja, dat is het ook. We zijn samen altijd één met feesten, met partijen, met rouwen en zo. Maar we doen het altijd samen. En dat is ontzettend belangrijk. Dat is de kracht van ons dorp.
100%. Ja, jullie spelen vandaag voor het goede doel. Ja. Wat is jullie doel? We hebben een heel mooi project in Hal. Een nieuwbouwproject met 24 woningen. Waar allemaal jonge mensen komen te wonen. Heeft Hal helemaal zelf gerealiseerd. Nou, die jonge mensen, een paar zitten op de tribune. De rest is thuis hard aan het werk om nog jongere mensen te creëren voor onze school. He, want dit is uiteindelijk het moraalverhaal. Maar goed, midden in dat nieuwbouwwijkje komt een vlaggenmast te staan met een bankje erbij. En in die vlaggenmast komt natuurlijk uiteraard de vlag van Hal te hangen. En daar gaan we voor. Nou, dus jullie gaan voor het bankje om de boom heen, hè? Een soort herdenkings. Ja. Nou, daar spelen we dus vandaag voor. En daar gaan de eerste twee teamleden ook al voor van start, want die gaan fietsen. Wie gaan het worden? Jullie mogen naar Frank toe. Jolanda en John succes, gaan hè? Het doen hey. Voor Team Hal. Jolanda en John, kom deze kant op. Pas op voor de kabels inderdaad, heel goed. Kom naast mij staan. Dat doen we. Jolanda en John, waarom gaan jullie fietsen? Waarom is dit team uitgezocht? Wij kunnen goed fietsen. We hebben houden koers en richting. En wij winnen gewoon. Wat mooi, wat goed. En dan ben jij van het puzzelen, John? Nou, ook niet. Maar ze zeiden, zolang jullie op de fiets zitten, lopen jullie hier niet in de weg. Dus dat zal het zijn. Dit is weer die verdeeldheid, hè? Dat iedereen wat te doen krijgt. Ja, ja. Dat was het. Mooi. En wij hadden nog geen taak, dus dan krijg je dit. Geen tijd te verliezen, zou ik zeggen, Jolanda. John, we gaan even kort de opdracht uitleggen. Dan gaan we even kijken naar het scherm zo meteen. Kom even naast mij blijven staan. Ja. En dan gaan we kijken. Dit is het thuisteam. Jullie eigen thuisteam. Even zwaaien naar het thuisteam. Ho, hey! Het is gezellig hier op het plein. Thuis ook, volgens mij. Het concept is helder, hè? 9 puzzelstukken naar de 9 mensen die thuis zitten. En dan gaan wij aan het einde van de aflevering kijken of het gelukt is om de puzzel in elkaar te zetten. Maar eerst naar de puzzel zelf. Die heb ik hier niet bij me. Die staat ergens in de buurt van Hal. Laat maar zien, cameraman. Waar ben jij en is het plekje te vinden? Ik hoor dat we eventjes geen verbinding hebben met... Dat is typisch Hal. Dat is typisch Hal, hoor ik hier. Is dat sociaal? Typisch Hal. Hij staat er. Ah, we hebben de verbinding. Kijk, een beetje borrelig, maar helder verhaal. John. Helder verhaal. Goed zo. Geen uitleg meer nodig. Geen uitleg nodig. Ik zou zeggen, publiek, die kant op. Publiek, ja, helder verhaal hier. In Hal weten ze natuurlijk de weg wel te vinden. En in Hal kregen ze een maand geleden ook de opdracht, de decoropdracht. Een ludieke opdracht die te maken heeft met de geschiedenis van het dorp. Nou, ik ben heel benieuwd. Kom er allemaal bij. Hallo Team Hal. Wisten jullie dat er in de wereld zeker 19 plaatsen zijn die Hal heten? Zo bestaat Hal onder meer in het Amerikaanse Texas, in Zweden, Canada, Duitsland, Australië en Oman. Voor jullie opdracht komen inwoners uit al die landen in hun traditionele kleding samen voor diner in de tuin van jullie prachtige landhuis, vroege jachthuis Het Leusveld. In het publiek zien we de vlaggen van deze landen en jagershoedjes. Nou, we gaan zo gewoon ook met een groep bij elkaar zitten. En met onze handige boys en met onze denktank. Ah, dat gaat zeker lukken. Heb je wel gezien dat nachtjachtservies is? Goeiedag. Henry, wat sta je er fantastisch bij. Nou, dankjewel. Ik wil het daar zo nog even over hebben, maar ja, we staan hier voor een decor. Ik ruik hier van alles, dat ik toch benieuwd ben. Zit hier echt iets drinkbaars in? Vast. Kan ik dit drinken? Vast. Even, wil je er ook eentje? Bijna. Ik moet het eerst doen. Ja. Je snapt hem. Proost. Bijna alles in alles drinkbaar, dus. Ja? Ja. Ah, dit is goed gekeurd. Lekker, hè? Extra punten van de jury, denk ik. Voordat we verder gaan, jij staat hier in een Schotse kilt. Dat klopt. Wat is de verbinding met Hal? Ik ben een beetje aangepast op de hele gezelschap hier. Ja. Die in de klederdracht Hallenaren van over de hele wereld verbeeldt.
En in wezen is dit ook zo, want er blijkt zelfs een Schotse clan te zijn die Hall heet. Oké. Okay. En als je dat dan in het Schots McHall, dat betekent zoveel als de kinderen van Hall. Nou ja, dat zijn wij hier allemaal met elkaar, dus ja. Vandaar. Komt ook, die plaats komt ook, de naam komt ook van een plaatsnaam daar, net in Engeland. Maar dat mag je in Schotland niet zeggen. Maar, goed. Maar die clan die heet in ieder geval Hall. Die clan heet Hall, met dubbel nou, L. Nou, voordat we... Maar je mag wel even vasthouden, want je snapt even wel... Mijn attribuut even. Dat is goed. Vind je dat goed? Maar je snapt het als je er zo bij loopt, mm-hmm. dat ik wel even moet checken of dat overal aan gedacht is, hè? Ja, nou, kan dat ik okay. hier, ja. Kan ik hier weet, ja, je denkt eraan, dus ja, goed, waar mensen okay, al niet aan denken. Maar is het veilig om te kijken? Ja, dat merk je wel. Dat is, ja. Ja, nou, het is wel fout, want er zit nog wel wat onder, jongens. Wat vinden jullie? Dat gaat euro's kosten. Ik zeg uitdoen. Nou zeg je iets. Natuurlijk zit er iets onder. En wat? Nou, dit zijn extra euro's. Ik zou maar uitdoen. Oké, okay, ja, is ja. Dat zo? Ja. Goed. Nee, niet. Nee, we staan voor het Leusveld en dat is niet voor niets. Het is een van de twee rijksmonumenten van Hall. Zeker. En niet zomaar eentje. Het is echt waarheidsgetrouw nagemaakt. Ja. Het is een prachtig jong landgoed, hè? Ja, het is een jong landgoed. Het is niet een landgoed dat al vanuit de middeleeuwen een kasteel of zo. Maar dit is een jachthuis, ooit gekocht door een zekere meneer Nairac. Een regentenfamilie, was zoon van de burgemeester in Barneveld. Daar heb je nog het museum Nairac. Ja. En verhuisde naar, het gezin verhuisde naar Lochem. En dat is meteen een beetje een symbolische verbinding. Want we zijn hier in een gebied dat eigenlijk een overgang is tussen Veluwe en de andere kant van de IJssel, de Achterhoek. En waarom is dit zo belangrijk voor Hall? Het is belangrijk voor Hall. Het hoort bij Hall. Dat hele gebied hoort bij Hall. En het zegt heel veel over waar Hall ligt. Juist in dat overgangsgebied. Het bos zelf laat heel veel zien. Het is drassig en was ooit markengronden. Maar perfect ook voor het turf wat er is. Hè? Er werd turf gewonnen. Ja, ja. Ja, in de late middeleeuwen door kloosters in Arnhem. En het turfveen. Dat heet ook nog zo. En wie woont er nu? Op dit moment is het niet bewoond. Naar verluid wordt het gereed gemaakt voor bed and breakfast. Okay. Dus dan kunnen de mensen. Dus mensen kunnen er straks als een nieuw hoogtepunt van Hall ook overnachten. Ja. Er hebben wel bekende mensen gewoond trouwens. Okay. Toen het inmiddels. Het is nu van Natuurmonumenten, 1971. Heeft Natuurmonumenten het overgenomen. En komen er ook veel Hallenaren? Holland is een uitlaatgebied ook voor de honden en voor mensen komen. Die even tot rust willen komen van vrouw of man of dat soort dingen. Dat heb je ook wel eens in. Maar er zitten er aardig wat van hier op de tribune volgens mij toch? Ja. Ja, zeker. Het is ook een gebied waar je uit kunt blazen naar de Halse kermis en zo. Dat klinkt goed. Ja. Ik ben heel benieuwd. Frank, jij staat bij Willy. Met hoeveel euro's beloont de jury het decor van Hall? Ja, Willy, wij zijn heel benieuwd naar die score inderdaad. Maar ik wil eerst nog even Het ziet er prachtig uit, hè? Weer zo'n mooi 3D-decor. Ja, en daar is echt over nagedacht. Maar je zou zeggen, het is niet af. Het is wel af. Want ze hebben echt bedacht, we gaan er doorheen kijken. Ja. Het bos is heel belangrijk. En als je ervoor staat, dan zie je meubels. Het is een beetje een karikatuur als je erin kijkt. Dus het is prachtig vakmanschap en ook een beetje kunst. Ik vind het heel, heel creatief gedaan. Ja. Dat is heel mooi. Maar nou al die vlaggen, want ik zie een hele hoop vlaggen binnenkomen. Ja, kijk, de mensen in het publiek hebben heel veel vlaggen. Klopt dat een beetje met de opdracht die ze hadden? Nou, er werd gesproken van 19 plaatsen, maar er wordt ook al gezegd 24 plaatsen. Ze heten allemaal Hal of Hol of Hol. Ja. Dit is Oman. Hoe zou dat in Oman klinken? Ja, zoiets, denk ik. En het heeft allemaal te maken met een zoutlaag in de grond. En dan mag jij raden in Duitsland, hoe heet de plaats met die zoutlaag eronder? Hal? Salzburg. Aha, België heeft ook een Halle. Hebben jullie ook een Belgische vlag? Is het een Nee, hè? België heeft ook een Halle. Lekker? Was het lekker? Salzburg ligt toch in Oostenrijk? Oh ja. Ja, hij probeert het elke keer. Het gaat elke keer mis hier met jullie en Duitsland. En alles wat met Duitsland te maken heeft. Alles wat met landen te maken heeft. Willy leert het nooit. Willy. Mijn naam is goed, hè? Willy, hè? Dat klopt. Kom maar met de euro's, vriend. Ik kom met de euro's. Ik vond het prachtig. De jury vond het prachtig. Ik ben de woordvoerder van de jury. Wordt echt goed over nagedacht. 550 euro! Wow. Wow. Goed gedaan al. Ja, bijna de maximale score van 600 euro.
Ja, ja Lisanne. Volgens mij wordt dit een geduchte tegenstander van Marien Velde. Dat kan wel zo inderdaad, ja. Hey, even over die hoogtepunten. Dit ziet er prachtig uit, maar Hal heeft nog veel meer hoogtepunten. Zeker. We gaan altijd om de beurt een dagje hoogtepunten bezoeken. Vind ik heel leuk. Maar wat jij vandaag hebt gedaan was volgens mij ook superleuk. Ja, het was heel leuk. We zijn eerst naar een heel mooi intiem kerkje geweest. En ik ben ook nog even uit mijn comfortzone gegaan. Ik heb gehoord, Lisanne, dat jij in de blote billen bent gegaan. Klopt dat? Ja, kan ik niks aan ontkennen. Ik wil het nu zien. Het eerste hoogtepunt van vandaag, de Lutgeriskerk. Prachtige muziek, maar wat een prachtige intieme setting ook in deze kerk. Ja, bijzonder, hè? Ja. Het is, zie je niet vaak. Zeldzaam. Er zijn nog maar een tiental kerken die iets dergelijks hebben. Maar dit ronde, zoals dat hier gemaakt is rond de preekstoel, dat is echt uniek. Wat me ook echt opvalt, zijn die schilderingen. Ja, dat is ongelooflijk mooi. Die plafondschilderingen die zijn ongeveer van 1510. En de reformatie heeft ervoor gezorgd dat dat allemaal niet meer mocht. En in 1624 hebben de Staten van Gelderland gezegd, jullie moeten dat plafond nu maar eens wit kalken in Hal. En dat is toen gebeurd. En toen kwam dat eronder uit bij de restauratie. En toen is het ook weer in de oorspronkelijke kleuren hersteld. Nou, dit hoor je niet elke dag in Hal, denk ik. Nee, dat hoor je niet elke dag in Hal. Nou, dit vind ik wel leuk. Bijzonder, ja. Hij speelt alle soorten muziek. Ik wil zeggen, ja. Dankjewel, Hans. Jo. En nog een hoogtepunt is Naturistencamping De Kikker. Ja, en dan kan ik het niet laten. Laatste hoogtepunt, op bezoek bij opa Jan en kleindochter Sabina, die de herinneringen van Hal levend proberen te houden. En ik mocht niet langskomen zonder wit laken. Wat betekent dit? Ja, dat was we gaven elkaar signalen vroeger. Deden ze uit het raam. Nou, dan gingen ze zo. Dat was een signaal dat het goed was. Nou, hier zit het allemaal in plakboeken, maar dit deel jij dus allemaal online? Ja, ja, elke week, tenminste we proberen het elke week een nieuw verhaaltje te maken samen en daar een foto bij te plaatsen. Iedereen die er belang bij heeft, die kan het bekijken en zo ontstaan er weer nieuwe verhalen van vroeger. En, ja, opa Jan, Sabina heeft het over Facebook, maar u bent 92. Weet u wel hoe zo'n Facebookpagina eruit ziet? Oh, helemaal niks. Nee, daar weet ik niks van. U bent eigenlijk gewoon beroemd op Facebook in Hal. Ja. Beroemd met mijn rug. Zit dat in de familie, Sabina? Nou, dat beruchte niet zo. We zijn meestal een beetje op de achtergrond, maar we genieten gewoon van dit dorp. En ja, we hopen dat anderen ook door onze verhalen kunnen genieten. Nog meer als dat ze nu al doen. Ja. Nou, als dit plein, dit veld een raam had gehad, dan had hij ook een wit doekje gehangen. Hè? Als signaal dat het goed ging, want die euro's die lopen al lekker binnen. Dat gaat hartstikke goed zo. En er is weer een kans om heel veel euro's te verdienen met het rad. Mm-hmm. En daarvoor gaan we even kijken naar het thuisteam op het scherm. En Henry, als je nou kijkt naar het thuisteam, zit er dan nog een bijzonder persoon tussen vandaag? Ja, zeker. En wie is dat? Ja, linksboven. Kijk, in Hal, we feesten samen en we doen alles even samen. Linksboven, wie is dat? Kunnen we linksboven, even Ernie. Ja, zeker. Hey. Even zwaaien naar Ernie. We feesten samen en we doen alles samen. En we bouwen samen, jongens. Het Hal is gewoon samen. En dan heb je een moment dat het wat minder goed gaat. En Ernie heeft gewoon een klotenziekte. En ze slaat zich daar zo goed doorheen. Gewoon positief. Ze is het altijd. Ze stuurt anderen een kaartje van, hey, ben je ziek of zo? Maar Ernie doet het. En ik vind gewoon, vandaag moet ik daar eens een keer weer stilstaan. Ernie, een applaus voor jou. Nou, een pluim. Top, meid. Dat wel. Ernie, ik zie dat je er emotioneel van wordt. Vanuit hier natuurlijk een heel groot applaus voor jou. Wil je het team hier op het plein nog wat zeggen? Jazeker. Wij gaan zo ons best doen. En ik zie al dat jullie het voortreffelijk doen. Dus ga zo door. We doen het allemaal samen. En dank je wel voor alle steun. Goed, ik krijg er zelf een kippenvel en tranen in mijn ogen van. Ja. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Zo gaan we nu ook meteen weer door met het rad. En daar ga ik nog heel veel kort uitleggen. We hebben 9 vakjes op het scherm. 10 euro per vakje heb je ze allemaal, hebben ze allemaal al gevonden. Krijg je nog 10 euro bij. We spelen ook voor het gouden vakje misschien wel. En daarvoor staat Frank bij het uitvak.
Ja, het uitvak, inderdaad. Dat is natuurlijk IJzerlo. Jazeker. IJzerlo, we zijn heel benieuwd. Wat hebben jullie bedacht dat er op het gouden vakje moet komen hier in Hal? Ja, we hebben er lang over nagedacht. Oh nee, is toch niet waar? Nee. Nee, we waren er vrij snel uit. Het heeft ook te maken met onze eigen opdracht. Mm-hmm. Daar vertel ik nu natuurlijk niks over. Dan moet je volgende week donderdag kijken. Maar wij hebben gedacht aan een hoefijzer. Een hoefijzer? Nou, ik zou zeggen, draai je maar. En we gaan zien of hij daarop uitkomt. Oh, we gaan heel lang aan draaien. Oké, hij stopt. Ah. Op de landkaart. En bij de landkaart hoort eigenlijk hetzelfde als op het bord, maar dan in papieren. Dus we zijn op zoek naar een papieren landkaart en die krijgen 1 minuut de tijd om die te vinden. In huis of bij de buren. Of, heb jij hem nog thuis? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, die tijd komen we nog. Hè. Het papieren tijdperk dus. Een landkaart heb ik wel. Ja, ik kan me vroeger nog echt herinneren dat mijn moeder met een landkaart door de hele auto zat. En als ik dat nu aan denk, ik doe alles met Google Maps. Ja, dat doet iedereen natuurlijk. Ja. Hoe is dat hier? Want Google Maps noem ik nu, maar daar moet je wel internetverbinding voor hebben. Dat is lastig hier, hè? Ja, dat is heel lastig hier, maar er zit een positief punt in. We krijgen als goed is een steunmast iets verderop. Dus we hopen eigenlijk binnenkort dat we eindelijk een goede verbinding hebben hier. Dus het gaat helemaal goed komen. Dan kan Hal eindelijk meedoen aan de maatschappij en de bewoonde wereld. Dat doen we toch al. We kijken. Nee, dat is ook. Kijk eens, hoe zitten ze daar? Oh, we missen er nog eentje. Twee nog. Ah, er zitten er twee in het midden. Die hebben nog ongeveer 15 seconden. Maar die hebben geen landkaart volgens mij. Ja. Oh! Eentje midden onderin nog. Ja, ja midden onderin. Jullie kunnen nog naar de buren rennen, maar moet je wel gauw zijn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Ah, een mooi tulpenveld. Het is een mooi land. Ja. Dus, en een kaart, dus landkaart. Ja. Nou, in ieder geval credits voor de inzet. Juist. Willy, jij houdt de punten bij, hè? Helemaal. Henry, geef hem nog eens een wiepert. Ik zal iets zachter doen, want als we zo nou hier nog. Waar hoop je dat hij op komt? Ik denk een zoutvaartje. Dat is zo mooi goed komt, denk ik. Ja, misschien moet je dan wel een zoutvaartje uit Salzburg halen. Ja, dat kan we zo. Hier, of de gouden. Nee. Oh, bijna het zoutvaartje. Bijna. Oh, ja. Hey. Oh, nou, ik vind het zoutvaartje. Juist. Anders was het weer een randkaart geweest. Zag niks. Goed, het zoutvaartje. Ja, zout. Hal betekent, heeft wel iets met zout, hè? Heeft Willy net al uitgelegd. Zout, Keltisch zout. Ja. En daarom vragen wij jullie op zoek te gaan naar een potje suiker. Ja. Het is zoet. Ik ben benieuwd of dat ze hier een beetje suiker eten. Ja, zeker wel. Hey, in de aanloop naar dit programma toe, hoe was dat voor jou als aanvoerder? Kon je de mensen een beetje bij elkaar krijgen? Ja, absoluut. In het begin denk ik, moeten we daar meedoen? Het is vrij kort, maar heel langzaam kun je gewoon merken op een gegeven moment, we hebben 10 enthousiaste mensen bij elkaar. Oh, kijk eens, ze zijn zo. Nou, dat gaat een speer, zeg. En je regelt gewoon de boel zelf of je niet wilde doen, alleen kijken of het goed gaat. En dat ging gewoon supergoed gewoon. En draaien, echt, en euro's binnenhalen. Heel gaat er altijd goed komen. Mooi. Ja, en volgens mij zijn we er al. Hey! Zo. Nou, en middenonder deed ook mee nu. Hè? Willy, wat brengt dat op het totaal voor Hal? Ja, kijk, Henry Leeflang, de burgemeester van Hal. Doet zelf geen donder. Hij weet heel goed wat delegeren is, doet het nu weer. Dus ik moest hem extra in de gaten houden. 80 plus 100, 180 erbij, 730 euro's al. Nou, die heb ik maar in de pocket. Dat dacht ik. Ja, ik zit hier op de eretribune op een mooie plek. Naast een, daar was ik al, Gerrit. Opa Gerrit, je schrok ervan, hè? Ja, ik schrok ervan. Naast een hele bekende familie hier in Hal. Want ze kennen jullie allemaal, de familie Bello. Want je hebt in een klein dorpje, ook zoals hier in Hal, vaak een voetbalclub nog, de kerk en een café. En een schietvereniging inderdaad, hoor ik, ja. En dat is alles. En dat is alles, tenminste hier wel, ja. Maar de café is hier aanwezig, opa Gerrit. U runt al jaren in hier café Bello. En dat is inmiddels al een tijdje overgenomen door... uw kleinzoon zit ook in het bedrijf, hè? Ja. Hoe trots bent u op die jongens dat de derde generatie inmiddels aan het roepen staat? Perfect. Ja? Ja. Wat is er zo mooi aan dat met de familie gedaan kan worden? Ja, eensgezindheid, hè. Heel prachtig. Ja? Ja, echt waar. Ik ga eens even naar Dilano.
Maar opa is trots op jullie, dat jullie erin zitten. Maar het was nog niet zo vanzelfsprekend, hè, dat je het bedrijf in zou gaan. Nee, ja, voor mij nog iets minder dan voor mijn broer. Maar ja, ik ben een tijdje bij een ander accountskantoor heb ik gewerkt. En toch kom ik wel weer terug bij de zaak. En ja, ik vind het eigenlijk toch hartstikke leuk werk. Dus dat moet je dan toch doorzetten. Ja. Ook als vijfde generatie trouwens. Niet de derde, maar de vijfde. Ja, dus, ja. Ja, er zitten hier drie generaties. Ja. Maar het bedrijf gaat al een tijdje terug, hè? Ja. Want ik heb begrepen, Gerrit, uw opa is het bedrijf ooit begonnen. Ja. Dan gaan we terug naar welk jaar? 1888. U wordt al gesouffleerd door uw zoon. Ja. 1888. 133 jaar bestaat het bedrijf. De derde generatie. Ja. De vierde. En, sorry, de vierde ben ik. Ja. En dat is de vijfde. Ja, dat is de vijfde inderdaad. Hè. Ja. En als we eens teruggaan in de tijd. Daar zijn de fietsers. En als we eens teruggaan in de tijd, hè, dat u hier dat zalencentrum runde, het café runde. Was dat een andere tijd dan nu? Ja. En wat was er anders aan dan? Ja, geen zaal. Maar? Nee, daar zijn we meer later begonnen. U bent later met de zaal begonnen? Ja. Want toen was het een café nog? Ja, paardje aan de muur met een ring. Ja. Voorzak aan de nek. Ja. Weet je, ja. En hoe werd dit bezocht door de Hallenaren? Ging iedereen hier altijd op in het weekend een biertje drinken, een neutje nemen? Minder mate. Mindere mate. Ja. Maar in uw tijd dan? Ja, dat ging steeds beter. Ik geloof het niet. Ik denk dat heel Hal. Ik wil wel eens even weten, hoeveel Hallenaren hebben ooit hun eerste kusje gehad in Hal van een vriendin of vriend? Steek eens even vingers op. Ja. Ja, moet eens kijken op die tribune nou. En wie is er getrouwd hier in het zalencentrum? Wie heeft er een feestje hier gevierd, laat het zo zeggen? Ja, dan bent u toch wel een begrip in het dorp. Ja. Toch? Ja, ja. Hé, hey, en Dilano, doet opa nog iets in het zalencentrum? Nou, nog best wel veel eigenlijk. Wat is hij de? Ja, zondags, het zalencentrum in het café zit hij nog steeds op zondag. Ja, af en toe bier tappen, we hebben de gasten een praatje maken. Dat zorgen dat iedereen er naar zijn zin heeft. Ja. Ja, nog best veel. En oma trouwens ook. Oma is nu nog aan het werk eigenlijk. Eten aan het voorbereiden. Voor jullie. Voor jullie vanavond. Is oma aan het werk? Oma is aan het werk. Ja. Ja, 82 jaar oud en is nog steeds aan het werk. Wat is ze aan het doen dan? Ja, de aardappel aan het bakken was voor jullie en eten aan het voorbereiden. Ja. Oh, ik voel me een beetje schuldig. Ja. Maar Gerrit, je zit dus nog niet achter de geraniums, begrijp ik. Nee, die heb ik niet. Die heb ik nog. Nee. Hoe je, hè? Ja, mooi. Ja. Maar hoe lang blijft dit nog? Blijft u nog actief bij Zaal Bello? Ja, we gaan uit van de 100, ja. U gaat uit van de 100. Ja. Mooi. Ja. Nou, dan hebben we nog 18 jaar te gaan, volgens mij. Ja, dat bedoel ik. Hey, hartstikke bedankt dat we even het over jullie mooie zalen en het mooie familiebedrijf hier in Hal konden hebben. Ja. Ja. Tot straks. Ja, tot straks, hè. Ja. In Hal, succes, hè. Spektakel en toestanden, de sensatie, de finale van Zomer in Gelderland in het oranje. Haha, Jeroen is 20 jaar voetballer en hij gaat het samen doen met Celine, 21 jaar. En zij is ook voetballer. Haha, dat wordt sterk tegen IJsselo. Bo 22, Hans 50 jaar, hij doet aan survival en zij aan fitness. Ik zou zeggen, laat gaan! Ja, IJsselo, zijn jullie er een beetje klaar voor? 100%. Ja, hebben jullie getraind? Tot het gaatje. Tot het gaatje. Tot het gaatje. En daar voorbij. En daar voorbij. We hebben maanden hier naartoe geleefd. Dus dit is het moment. Het moet nu gebeuren. Ja. Dus, er staat veel op het spel. Ja, 100 euro. En de eer. Nog veel belangrijker. Dus, dat is zeker. Maar er staat hier nog iemand die voor die eer en het geld wil strijden. Jazeker, want zij staan hier naast mij. En ik zie dat het team is ingewisseld. De allereerste wedstrijd uit bij Geer Straat, volgens mij. Hè, daar stonden twee andere mensen. Hoe komt dat? Ja, je moet ook een beetje vakantie vieren, toch? Wij waren op vakantie, dus... Uitgerust en al dus. Jazeker, helemaal uitgerust. Dus we kunnen niet tegenaan. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Jullie mogen klaar gaan staan en dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Geef ze een groot applaus. Ja, want het gaat gewoon om euro's. 100 euro's, mijn liefste, verdienen. Concept is helder. Per persoon twee keer gewoon elkaar aantikken. En dan zien we aan het einde wel wie het eerste is. Goed? Hal, gaan we aftellen. In 3, 2, 1. En daar gaan ze. En wat is ze snel. Celine van Hal Oranje. Maar wie is eerst op de heuvel? Dat is dan toch Bo. Nee, en weer. Wat is ingehaald door Celine van het thuisteam Oranje. Wie komt er het eerst deze kant op? Beide dames, jong, zijn nog zonder liefde in huis. Ze willen het liefst een vrouw. Maar wie weet, wordt het wel een man. Kijk eens. Oh, daar gaat Jeroen als eerste naar voren voor het thuisteam. En Hans,
Hans is survival man. Hij kiest van alle sporten en die haalt in. En die haalt in. En daar gaat Celine weer. 21 jaar. En nu komt het erop aan. Celine struikelt. Ze wordt ingehaald. Ze wordt ingehaald door Bo. Wie is er? Bo komt er niet overheen. Het zuur spat haar uit de oren. En zal het dan echt zo zijn? Dat Haal de 100 euro hier haalt. Even terug. Even kijken, maar ze moet terug. Het duurt, het duurt, het duurt. En daar eindelijk. Ho, daar gaat Jeroen. En Hans kan nog. Hans kan nog. Hans kan. Hans kan nog. Hans wil wel. Maar Hans hoeft niet meer. Want de winst is hier gebleven in Hal. Je bent er al. Ja. Ga je teamgenoot opzoeken. Waar is ze? Vlieg elkaar in de armen. Jullie hebben het gewoon gedaan. Gefeliciteerd. Ben je kapot? Ja. Geniet je niet best. Je hebt toch te veel vakantie gehad, hè? Ik denk het wel. En jij? Goed verhaal, goed verhaal. Wil je nog even horen van IJzerlo waar het mis ging? Ja, ik kwam dat ding niet op de tweede keer. Nee, ik kwam dat ding niet op, hè? Ja. En zij waren echt supersnel. Oh jee, oh jee, oh jee. Ja. Ja. Nou ja, alles gegeven. Ja. Volgende week gaan we, ja. Ja, toch? Ja. Doen ons best. We hebben nog een thuiswedstrijd, dus dan maar de 100 euro verdienen. Ik ben heel benieuwd, want we liggen op koers volgens mij voor heel veel geld voor Hal. En dat kan gecomplementeerd worden door het thuisteam. Want ja, we gaan natuurlijk gewoon puzzelen. Thuisteam, zijn jullie klaar? Dan zeggen wij heel vaak gewoon, puzzelen maar. Oeh. Ah, ik dacht het midden heeft. Oh jee, draaien. Oh. Ja. Even kijken, iets naar rechts, iets naar rechts, midden, iets naar rechts, andere kant. Ja, Willy! Zijn we er? Ja. Ik wacht even op de jury. Zal ik heel streng zijn? Het is helemaal goed! Hey! Oeh, het wordt spannend! Het wordt spannend. Oh, hey, het wordt spannend. Hey. Zal ik het zeggen? Zal ik het zeggen? Ik ben heel benieuwd, Willy. Ja. Wat betekent dit? Dit voor betekent de dat de stand nu, vandaag, zijn opgehaald 930 euro. Hey. Maar, dit betekent wel iets voor de eindstand volgens mij. En de regisseur mag mij corrigeren als ik het verkeerd heb, want jullie hebben al 100 euro. Opgehaald. Ja. Ja. Met dat bedrag er bovenop komen we dan op 1040. Hier 30. 30 euro. 1030 euro. Oh. En dat betekent. Ja. Hal, ik krijg er gewoon kippenvel van. Ik vind het zo leuk voor jullie. Marieveld is altijd minder grappig vinden trouwens. Maar jullie staan gewoon op nummer 1. Yeah. In de strijd. Hey. Van Gelderland. Deze is voor jullie. Dankjewel. Kijk eens even, alsjeblieft. En ik denk dat hier wel even een feestje gebouwd gaat worden. Ja, top jongens. Yo! Maar laten we niet vergeten, Marievelde heeft nog een uitwedstrijd. Dus ze kunnen nog over jullie heen. Nee, maar dit moet lekker voelen, Henry, dit of niet? Dit voelt super, toch? Of niet dan? Geweldig jongens, hè? Met zo'n dorp geworden. Had je dit verwacht toen jij vandaag vanochtend begon? Want er stond natuurlijk een 9,75 op het bord. En jullie hebben er keihard voor gestreden vandaag. Maar had je dit gedacht? Ja. Maar misschien... Het kan niet anders toch? Want als je dit nog hebt, dan win je gewoon. Ja, heel goed. Ja. Ik denk dat er misschien toch wat in het eten van IJzerlo zat. En misschien moeten jullie dan ook even naar de uitwedstrijd van Marienvelde toe. Als jullie wat willen halen het nog. Het is een optie, ja. Erik, jij kookt dan voor hun? Ja, dat komt er goed aan. Hetzelfde varkentje laten we nog hangen. Ja, dat varkentje gaan we wassen dan, hè. Goed, we gaan nog een feestje hier vieren volgens mij straks in Hal. Ik weet het zeker. Jongens, straks allemaal even een biertje drinken daar. Dat komt helemaal goed. IJzerlo, ze hebben een hart uitgenodigd. Even een potje bier erbij. Oh, jongens. Het feest is compleet hier in Hal. Ontstaan. Mooi, mooi. Ik vond het fantastisch hier in Hal. Ik hoop voor jullie ook dat jullie heel snel een nieuwe 4G-mast hebben. Zodat jullie aan de rest van Gelderland kunnen laten weten hoeveel geld jullie binnengehaald hebben. Ja, en nog één keer één heel groot applaus voor deze kanjes. Team Hal! Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zitten wij volgens mij in... De Achterhoek. In Zilvolde. Zilvolde. Tot morgen. Doeg. Joho.